In deze video doorlopen we de installatie van je nieuwe Link 2500 betaalterminal. Voor we met de installatie kunnen starten, moet je betaalterminal natuurlijk opgeladen worden. In de doos vind je ook een USB-oplaadkabel. Sluit de USB-oplaadkabel aan op de stroom en sluit het andere uiteinde aan op de betaalterminal. Op het scherm van je terminal vind je rechtsbovenaan een indicator die aangeeft dat de batterij opgeladen wordt. Je nieuwe betaalterminal ziet er zo uit. Op het scherm zie je linksbovenaan een indicator voor het Bluetooth-signaal. Rechtsbovenaan zie je de datum, de tijd en een indicator voor de batterij. Onder het scherm zie je vier sneltoetsen: F1, F2, F3 en F4. Naast de cijfertoetsen zie je een functietoets, een rode stoptoets, een gele wisttoets en een groene OK-toets. Voor we kunnen beginnen met de installatie, moet je eerst de MyPayDesk BeneDeluxe-app installeren op je smartphone. Je kan deze vinden in de App Store voor iPhone of Google Play voor Android smartphones. Je gebruikersnaam en wachtwoord heb je via e-mail ontvangen. Zorg ervoor dat je terminal en smartphone opgeladen zijn en dat je een goede internetverbinding hebt. Nu kunnen we beginnen met de installatie. We tonen eerst de installatie voor iOS of iPhone smartphones. Ga naar 2 minuten 35 seconden in deze video om de installatie voor Android smartphones te volgen. Op je terminal krijg je de boodschap "Houd uw app klaar" te zien. Druk op de groene OK-toets. Je krijgt vervolgens "Zoeken" en "Zichtbaar zijn" te zien. Druk één keer op de F3-sneltoets om "Zichtbaar zijn" te selecteren. Druk opnieuw op de groene OK-toets. Neem nu je smartphone en ga naar Instellingen. Druk op Bluetooth en schakel Bluetooth in. Na een tijdje zal de naam van je terminal verschijnen op het scherm van je smartphone onder Andere apparaten. Druk op Link 2500. Nu krijg je op je smartphone en op je terminal een pincode te zien. Controleer of deze pincode op beide apparaten dezelfde is. Op je betaalterminal druk je op de groene OK-toets. Op je smartphone selecteer je Koppel. Bij een goede Bluetooth-verbinding wordt de indicator linksbovenaan het scherm van je terminal groen. We tonen nu de installatie voor Android smartphones. Ga naar 3 minuten 35 seconden in deze video om deze stap over te slaan. Open de MyPayDesk BeneDeluxe-app op je Android smartphone en log in. Selecteer de menutoets met de drie horizontale lijntjes linksbovenaan. Selecteer vervolgens Instellingen, Kaartlezers configureren en Verbinden met een nieuwe kaartlezer. Klik op OK om te navigeren naar de Bluetooth-instellingen van je smartphone. Schakel Bluetooth in. Na een tijdje zal de naam van je terminal verschijnen op het scherm van je smartphone onder Beschikbare apparaten. Druk op Link 2500. Nu krijg je op je smartphone en op je terminal een pincode te zien. Controleer of deze pincode op beide apparaten dezelfde is. Op je betaalterminal druk je op de groene OK-toets. Op je smartphone selecteer je Koppel. Bij een goede Bluetooth-verbinding wordt de indicator linksbovenaan het scherm van je terminal groen. Je terminal is nu klaar om betalingen te aanvaarden. Om een betaling uit te voeren, gebruik je de MyPayDesk BeneDeluxe-app op je smartphone. Vul je logingegevens in die je per mail ontving. Geef het bedrag in de applicatie in en voeg het toe aan de winkelwagen. Druk op het subtotaal. Controleer je bestelling en selecteer de betalingswijze. Volg de instructies op de terminal en vraag je klant om zijn betaalkaart te gebruiken. Dit kan door de kaart onderaan in te voeren of contactloos door de kaart tegen het scherm te houden. Indien gevraagd, moet je klant zijn pincode invoeren via de cijfertoetsen en bevestigen met de groene OK-toets. Indien gewenst, voer je het e-mailadres van je klant in. De transactie werd aanvaard en het betaalbewijs werd per e-mail naar je klant verstuurd.